En de kamp die we gaan volgen is die tussen Beata Maksymow en tussen Karin Kutz, de Duitse Beata Maksymow uit Polen. Ja, dit geeft ons even misschien de gelegenheid om terug te komen op gisteren. Je was ontgoocheld na die finale, maar hoe kijk je daar nu op terug? Ik was duidelijk ontgoocheld, ja, want ik was gekomen naar Athene om de bronzen vlak in door te slepen. En ik was daar al mooi in geslaagd tot de finale. En ik dacht, ik heb een kans. Die Israëlische Arab kent mij, ik ken haar. Maar ze had namelijk heel goed op mijn kumikata, dus de manier van vastgrijpen, op mijn stijl van judo gewerkt. En dit belette mij om een beetje in de wedstrijd te komen. En daarna schoort zij een wazari en ik probeer dan nog alles te doen om mijn achterstand in te halen, maar dat was niet gemakkelijk. En ik leid wel de wedstrijd, ik domineer, maar ik kon dus die achterstand niet meer goed maken. Maar in ieder geval een zilveren plak is ook al heel goed voor mij, want nog bij de junioren, nog bij de senioren ben ik al in de finale geraakt op een Europees kampioenschap en ik ben daar wel tevreden mee. Ja, je bent aan een bijzonder sterk seizoen bezig. Je hebt 2 maanden geleden Blasco geklopt in Parijs. Je hebt hier Fleury ondersteboven gegooid. Je bent dan gestrand op Arab. Maar eigenlijk de beste judoka's in jouw categorie komen uit Europa. Dus je bent een van de favorieten voor het wereldkampioenschap. Ja, inderdaad. Het Olympisch podium, dat is het Olympisch of een wereldpodium, dat is een Europees podium. De top van de wereld zit in Europa en als je bij de top van Europa hoort, dan kun je sowieso zeggen dat je bij de top van de wereld hoort. Maar ik had een heel zware loting en toen ze mijn loting zagen, zeiden ze, oei, het ziet er niet zo rooskleurig uit voor zelf, maar in sport kan alles. Ten slotte kampioenen zijn er om te verslaan. En ik begin rustig aan mijn eerste wedstrijd, dat was tegen de Russische. En ik win die met Yvonne, daarna tegen de Franse Olympische kampioene Fleury. En dat werd dus de Flying Fleury, want ik smeet die in Yvonne. En daarna zit ik in de halve finale, de zaterdag gisteren dus, win ik dan tegen de Britse Bel, die ook wereldkampioen is. Dus een geroutineerd meisje met heel veel ervaring. En dat was dan de finale, tegen Arab. En het kon dus niet waar zijn, het ging te mooi zijn indien ik ook al de houten plak in de rost kreeg. Ja, maar was Arad niet eigenlijk de minste van de drie waar je tegen, of de minste met qua palmarès toch in elk geval, Fleury. Dan heb je dus Bel die ook voormalig wereldkampioen is, dus heb je daar nog gekeken? Misschien wel, het is wel zo dat Arad niet kan winnen tegen Fleury of tegen Bel. En normaal gezien, volgens de logica, zou ik dan ook moeten winnen tegen Arad, omdat ik win tegen Bel en Fleury. Maar de sport is dus niet logisch. En dat is ook het plezante aan de sport. Je moet voor elke wedstrijd knokken. Je weet niet wat er kan gebeuren. Het is geen theoretische sport. Maar inderdaad, misschien, ik wist dat ik een kans had. En misschien win ik de volgende keer wel tegen Arad. Maar ja, je mag je nooit, je moet altijd geconcentreerd blijven. Nooit iemand onderschatten. Of zeker niet op zo'n niveau. Ja, hoe dan ook, een zilveren plak is al heel mooi. Inderdaad, en als je Arad klopt, laten we dan hopen dat dat in de finale van het wereldkampioenschap is. Daar mag je zeker van zijn. In elk geval, we gaan nog even het einde van die kamp volgen tussen Beata Maksymow en Karin Kutz. Er zijn nog 40 seconden te gaan, er is nog niet gescoord. Zo'n wedstrijd tussen 2 dikke judoka's, hier 1 dikke en 1 minder dikke, is wel niet zo spectaculair, omdat het heel statische judo is. Het is vooral op kracht. Op kracht en meer wat trekken en sleuren en op de grond liggen en zo. Een grote beweging wordt er niet gedaan. Bij de mannen, dat zullen we straks zien in de open klasse, waar Harry van Barneveld dus de finale heeft gehaald, daar is het toch al wel iets atletischer dan bij die meisjes. Ja. In het algemeen is de
judosport bij de mannen wel wat spectaculairder dan bij de vrouwen. De wedstrijd wordt beslecht op beslissing. Maksymow is goed voor de blauwe vlagjes. Het is unaniem liever. Wit van Karin Kutz. Karin Kutz wint brons. In de open klasse. We krijgen nog eens een herhaling te zien van een aanval van Maksymow. Maar ze wordt daar veel eer zelf het slachtoffer van. Intussen op de andere tatami heeft de Russin Rodina brons gepakt. Ze won met een Yuko. Maar dat te wijten aan strafpunten van haar tegenstander. Won ze van de Wit-Russische Irina Emilianova. En zeggen dat Ingrid Bergman ook in deze klasse, de plus 72er, ettelijke malen Europees kampioen werd. Als min 72er mocht ze dan tegen die dikke meisjes, wat helemaal niet gemakkelijk was. En wat ook een risico inhoudt voor blessuren op te lopen. We maken ons klaar voor de laatste.